In de ware hemel is er een fort van riet en vensters met vlinders daarin. En die gele vlinders, die spreken alle talen van de wereld. En die spreken met u ten einde te bekomen u te zullen bevruchten. In deze latijdige zucht, in die koude bries hier op uw blote rug. Merkwaardige koele balkons verdiepen ons in 100 manieren van liggen. Zo ging het schip van steen voorbij. Ik ben op het moment een heel gelukkig man, omdat ik een van de weinige keren in mijn leven iets heb afgeleverd dat de perfectie benadert, al zeg ik het zelf. En dat is dus een klein dichtbundeltje getiteld Dissels en Dorens. Nachtburgemeester, stand-up comedian en schrijver Vitalski heeft een nieuw boek uit. Met Dissels en Dorens schreef Vitalski een lang, visionair gedicht over het leven van de bevrijde slaaf Jacobus Kapitein. Die Jacobus Kapitein is een Ghanees zwarte slaaf. Die werd naar Nederland gehaald als een gevangen slaaf. Maar die werd in Nederland bevrijd. En zelfs kon die met behulp van geld van kennissen, blanke kennissen, gaan studeren aan de Universiteit van Den Haag. En de grote paradox is dat die man gepromoveerd is met een thesis waarin hij de slavernij verdedigt, als zijnde ethisch toch wel toelaatbaar. En dat was gevoelens frisse voor de slavenhandelaars. Die zeiden van kijk, zelfs een zwarte die slaaf is geweest zegt hier dat het wel ethisch verantwoord is, de slavernij. Maar uiteraard moet dat vreselijk schepsel, die arme stumperd van een kapitein, niet anders hebben gekund dan dat soort dingen schrijven. Want voor hetzelfde geld werd hij gewoon terug in de boeien geslagen. Die man had totaal geen rechten. Dus zelfs een bevrijde slaaf wist, ik kan elk moment terug gevangen genomen worden, kan me toch nergens op beroepen. Vitalski ging niet over één nacht ijs toen hij het gedicht schreef. Ik heb over dit gedicht 7 jaar geschreven, en redelijk intens zelfs. En dat kan ik zelfs ongeveer bewijzen, omdat ik een blog bijhoud, ook al 7 jaar lang. Vitalski blogt. En daar zijn die schetsen ook altijd op gepubliceerd geweest, 7 jaar lang. En dat waren eigenlijk allemaal losse gedichtjes. Dus wat ik deed was eigenlijk over mijn eigen leven schrijven, maar dan gezien door de bril van die kapitein. En pas na 1 jaar of 4 zag ik een structuur in die gedichtjes. Ik dacht, ik kan die toch allemaal bij elkaar gooien, sommige dingen weglaten, volgorde verschuiven, een beetje de thematiek homogeniseren. En geleidelijk aan is er dan een lang gedicht uitgekomen. Voor een passage in het gedicht liet Vitalski zich inspireren door de film Amistad van Steven Spielberg. De taferelen van de beroemde film Amistad hebben me ook geïnspireerd. Er is een kleine scène in dit gedicht dat erna verwijst, namelijk de scène waarin, in de film zit de grote scène, waarin dat die slaven geketend allemaal het water in worden gekieperd. In de biografie, de authentieke biografie van Jacobus Kapitein komt een dergelijk tafereel voor, waarin een huilende babyslaaf zo erg huilt dat de kapitein van het schip dat bui wordt en die baby voor de ogen van de moeder in de golven gooit. Dat is zo'n beetje de meest bikkelharde regel die ik ooit genoteerd heb en die staat in dit gedicht ook. Dissels en Dorens is uitgegeven bij uitgeverij Extra en is nu verkrijgbaar.